Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Er trekken wat wolken rond Nederland en soms ook over Nederland, maar er zijn ook plekken waar er opklaringen voorkomen. De bewolking in het zuidwesten is wat dikker en in de loop van de ochtend zou er in Zeeland een spatje regen kunnen vallen. In de rest van het land is het droog met opklaringen en 3 tot 4 graden. Vanmiddag wordt het 4 of 5 graden. Bewolking neemt wat toe, maar de regen beperkt zich hoofdzakelijk tot het westen van Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Het zijn ook geen grote hoeveelheden en er waait een matige tot krachtige wind uit het zuidoosten. Vanavond spettert het hier en daar nog wat, maar op de meeste plaatsen wordt het toch wel droog. En in het noordoosten houden we opklaringen. Daar zakt de temperatuur al snel naar richting het vriespunt. In de nacht vriest het meest licht. Morgen overdag temperaturen van min 2 in Groningen tot plus 3 in het zuiden van het land. Mogelijk een wintersbuitje in Zeeland, verder op de meeste plaatsen droog en geregeld zon. Donderdag nog weinig verandering, vrijdag loopt de temperatuur al iets op. En als zaterdag een storing met wat regen of natte sneeuw is gepasseerd, zijn we weer even van de winter af. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl